Hallo, ik ben Hans Boescholte en ik wil jullie uitnodigen. Ik wil jullie uitnodigen voor een presentatie die ik geef volgende week maandag 16 april in Merksem in Antwerpen. Wat wil ik daar graag met jullie delen? Ik wil daar graag met jullie delen. Iedereen in zijn leven heeft het wel eens moeilijk. Je bent ziek, er is iemand overleden in je omgeving. De familie gaat niet goed, je bent niet gelukkig, je voelt je slecht. Het zit niet mee. Ik heb ook zo'n periode gehad en dat heeft maar liefst 2,5 jaar geduurd. En hoe begon dat? Ik raakte in een burn-out. Ik deed veel te veel, werk. Ik sportte nog heel veel. En ik studeerde en ik wilde overal de beste in zijn. Nou ja, het werd veel te veel. Ik raakte in een burn-out. En ik voelde me zo slecht. Ik had geen energie meer. Als ik opstond, dan wilde ik niets. Ik wilde niet de dag in. Heb jij dat ook wel eens? Dus dat er helemaal niets meer gaat en dat je echt heel ongelukkig bent. Nou, burn-out en depressie ligt heel erg dicht bij elkaar. In ieder geval bij mij. Ik was zo ongelukkig dat ik liever dood wilde. Ik wilde niet meer leven. Ik zag het echt helemaal niet meer zitten. Als ik 's ochtends wakker werd, dan wist ik niet hoe ik kon blijven leven tot de avond. Dat heeft 2,5 jaar geduurd. Nou, hoe ik door die 2,5 jaar ben gekomen, wat eraan ten grondslag ligt, invloeden uit de jeugd, genetische invloeden, voorouderlijke invloeden, allerlei omstandigheden uit je omgeving, dat wil ik graag met jullie delen. Aanstaande maandag, 16 april, in Merksem, Antwerpen, de Kring. Je kan je inschrijven via timotheus.org. Wil je niet inschrijven? Er zijn veel mensen die pas op het laatste moment beslissen. En waarom niet? Of ze willen komen, ja of nee. Kijk op timotheus.org waar het is. En kom dan volgende week maandagavond, 16 april, kijken en luisteren. Wat kan jij ermee? Wat kan jij mee naar huis nemen? Nou, wat je mee naar huis kan nemen is wat je kan doen om uit tegenslag te komen. Wat je kan doen om als alles tegen zit, om dan toch daar weer uit te komen. Weer zin in het leven te krijgen. Weer je missie achterna kan gaan. Het fijn hebben, gelukkig zijn en zin hebben in het leven. Zoals ik. Nu. 16 april. Je bent van harte welkom.